allemaal, wat koken we vandaag? Laten we even een kijkje nemen. Aardappel heb ik al gekookt en gesneden, dus een beetje gekookt. De kip heb ik gewassen, gebakken. Hier ook een beetje kip. Eieren heb ik gekookt en gebakken. En dit is de uien, knoflook, een klein stukje peper en één tomaat. En masala gaat erin. Dus we gaan aardappel met eieren en kip curry maken. In één, hè? Dit is mijn recept. De curry masala ga ik erin doen. Een beetje komijn. Een maggi blokje. Een beetje zout naar smaak. Een beetje zwarte peper. Dan de kip curry zit al in de pan. Ik ga jullie laten zien. Kip curry met aardappel en eieren. Dat maak ik vandaag. Ik heb de uien, knoflook, één tomaat, een peper, eerst gefrituurd. Eieren had ik gekookt, gebakken. Kip had ik ook een beetje gebakken. Aardappel had ik ook een beetje gekookt en in stukjes gedaan. Alles zit nu erin, een beetje water, maggi blok, zout naar smaak. Een beetje komijn, hele komijn heb ik gezet. Zwarte peper. En ja, een beetje maggi blok en zout naar smaak had ik al gezegd. Ja, en die curry zie je zo geel. Je hoeft niet te veel water te zetten. Kijk, dit is al bijna klaar. Zoals jullie zien, daar ga ik hem uitzetten. En dat wordt heerlijk smullen.